Ga jij met mij mee op roadtrip? We vertrekken aanstaande zondag en de reis gaat richting Noorwegen. Omdat heel veel mensen nu massaal thuis zitten en voorlopig nog geen uitzicht op een welverdiende vakantie, bied ik jou deze aan. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Samen met mijn 15 jaar oude Porsche Cayenne, die ik heb omgebouwd tot camper, maken we deze 4500 kilometer tellende avontuurlijke roadtrip. Droom lekker weg bij het zien van de schilderachtige landschappen. Nou, dan lig ik dan voor de eerste nacht in mijn eigen auto. Goedemorgen, een hele vroege wekker vanmorgen, 5:15. Ik voel me een soort herder. Schaapsherder. Lekker hoor. Ik ben inmiddels wel echt helemaal gesloopt. Even het randje over. Het spleetje over. Oeps. Jeetje. Echt bizar. Dit weggetje was vroeger dus een spoorlijn. Dus hij heeft gewoon een stoomlocomotief gereden. En die ging dan daarboven de berg op. Nou, dat is toch een leuk beetje. Nou, we zijn onderweg even gestopt met mijn lifter. Hi! Heb je ooit zo'n uitzicht gehad tijdens het koken? Goedemorgen vanuit de Geirangerfjord. Ik ben aangekomen bij de Atlantic Road. Klaar is Kees. Goedemorgen vanuit Lillehammer. Ik heb mijn boeltje weer gepakt. Het circus reist verder. Dus ik denk, heb ik dat weer? Slaap ik bij zo'n mafkees? Hey, maar het is hier echt noodweer. Welkom bij Koken met Kees op de camping. Kijk je mee? Ik ben hier inmiddels ook gewoon echt een pro in geworden hè, in dat kamperen. Ik hoop maar niet dat ze mijn biertjes gaan tellen die ik bij me heb. En een geheime fles whisky. Oké, jojo. Later hè. Hoi. Ik sta hier aan een wildstromende rivier. Bijna met mijn auto in het water. Mijn wasje is in de wasmachine. Hangt op te drogen. Dus ja, ik heb niks te klagen joh. Ik ga er zeker van genieten. Het is zo overweldigend. Ik krijg er gewoon kippenvel van. Morgen zie je in de eerste aflevering hoe ik de auto inpak en klaarmaak voor de grote reis. Come on board en geniet mee van dit avontuur. Kijk, dat zou zomaar een oplossing kunnen zijn.